Dus toen kwam de burgemeester erbij en de mannen draaiden de rug naar ons toe. Wij mochten het wijntje vasthouden en een lippenstiftje opdoen en de mannen gingen wel even praten. Respect voor democratie, respect voor het medemens kan misschien soms veel meer in drie witte mannen zitten dan een geleerde groep van zwart-wit, vrouw, man, homo, hetero. Op zich gaat het oprichten van onze politieke partij voorspoedig. We hebben de naam PAF bedacht en we weten alles wat te doen. Alleen is de kritiek niet mals. Hey Frank, wil je even meelopen nu over de politiek? Pepijn, loop je ook even mee? Even nu. We hebben een partij die alleen maar bestaat uit mannen. En ik krijg daar nu al mails over van jongens, waar zijn de vrouwen? Waar is de afspiegeling van deze partij, van de maatschappij? En dat snap ik heel goed en daar moeten we ook echt wat aan doen. Want dat kan echt niet. Dus moeten we op zoek naar mensen met een wat diversere achtergrond. Maar eerst kledingadvies, want kleren maken de man. Wij vroegen ons eigenlijk af, ja, zijn wij een beetje representatief gekleed als politicus? Jullie zijn zeker representatief gekleed, maar ik denk niet als politicus. Ik denk dat we daar nog wel wat verbeteringen kunnen aanbrengen. En nou, daar wil ik jullie graag bij helpen. Het is natuurlijk de vraag, wat willen jullie precies uitstralen? Denk je van, nou, ik wil echt wel statig voor de dag komen met een pak? Of wil je wat meer sportieve richting een colbertje? Kijk, ik zou wellicht willen voorstellen gewoon een leuk pak. Misschien een donkere kleur, daar ben je ook zomer en winter gekleed mee. Ja, en niet te stijf, dus ik zou zeggen misschien gewoon iets in een leuk ruitje. Zullen we eens passen? Ja, dat is goed. Even, dan zien we meteen of de maat goed is. De mouwen ogen wat kort. De mouwen ogen wat kort. Wat vind jij? Oh ja. Het is wel een beetje klein. Kijk, ik heb ook een wat minder opvallende ruis. Kijk, we kunnen ook iets in deze richting pakken. Wat zeggen jullie, heren? Nou, hij zit qua maat in ieder geval een stuk beter dan. Als je zegt, ik wil iets versprekender pakken, ik wil iets meer opvallen als politicus, dan kunnen we wat anders. Ja, wil ik wel even proberen. Modekleurtje, iets een structuur in de stof. Ja, ik ga toch een beetje. Ik wil toch nog wat anders proberen als het mag. Leroy, we moeten volgens mij nu even definitief knopen doorhakken waar we echt voor staan, zeg maar, als partij. Ja, maar hoe gaan we dat bepalen? Gaan we dan ook bij andere partijen kijken? Gaan we daar inspiratie op? Zullen we dat eerst doen? Ja? In ieder geval voor een idee. Want ik heb wel een beetje zoiets van programma, moet je wel weten hoe je dat maakt. Ja, nou, ik heb hier het partijprogramma van CDA Almelo voor me. 22 pagina's. Oké, zullen we het iets compacter proberen? Ja, met 22 paarden hebben we er nog wel wat werk aan natuurlijk. Nee, dat moet niet. Nee, maar ik vind ook dat je heel duidelijk moet zijn. Je moet echt puntsgewijs moeten we onze dingen zeggen. Dus wij zijn tegen hondenpoep. Stoep. Op de stoep, oké. Ik denk al, dat kun je zo'n beestje niet kwalijk nemen. Oké, maar wat zijn de punten? Want ik bedoel, we zijn op de straat op geweest. Mensen willen een soort positiviteit over de stad, viel mij op. Ja, misschien is dat wel eens nodig in deze tijd inderdaad. Ja, een beetje positiviteit. Ik denk dat het niet slecht is, iedereen is zo negatief. Dan zou je moeten kijken naar hoe je Almelo weer op de kaart kunt zetten. We willen Almelo weer op de kaart zetten. Ja, positief. Ga jij typen, want jij kan sneller typen dan ik, gok ik. Dat meisje zei op een gegeven moment op de markt dat de rotzooi meer opgeruimd moet worden. Maar dat vind ik ook heftig gedrag als mensen het weggooien zomaar op straat. Ja, maar echt, ja. Ligt overal van dat prut op die grond, ja. En zo. Dat is echt niet lekker. Nee, kauwgom en zo. Ja, maar ook gewoon allemaal van die, bij mij in de buurt liggen, ik woon dichtbij de Mac, zitten er allemaal van die Mac-papiertjes en zo overal. Maar goed, maar je kunt natuurlijk wel de discussie starten. Moet de gemeente meer doen om de stad schoon te houden? Of ga je juist meer energie en geld steken in het feit dat mensen erop gewezen moeten worden dat ze hun eigen troep opruimen? Ja, dat vind ik nou wel goed. Kan je dat heel compact zeggen, een soort voorlichting dat je je eigen stad schoon moet houden? Het is wel iets heel anders dan ik. Ja, dan val je wel op. Maar ja, wil je dat dan? Ja. Dit zou wel leuk zijn, maar dan zou ik wel zeggen: alle drie een lichte kleur. Ja. Ja, maar ik ga niet in zo'n minister van Defensie pakken lopen. Een minister van Defensie pakken? Het is groen. U al even kijken naar dit pak: petrol. Ook een groen kleur, maar duidelijk wat nieuws. Wat zeggen jullie? Ja, ik vind dit veel beter dan die lichte net. Ja, dat vind ik ook. Nee, ik ook. Dan is iedereen het daarover eens. Wij kleden regelmatig politici, zowel landelijk, regionaal, gemeentelijk.
eigenlijk op alle niveaus, van ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, eigenlijk best wel vaak. De rechtse partijen willen over het algemeen wat statiger overkomen met een overhemd stropdasje, terwijl de wat linksere partijen het vaak al goed vinden als het een mooi colbertje is met een vlotte broek. Jongens, één ding, wij zijn met drie blanke mannen, dat kan niet meer echt in deze tijd, vind ik. Nou ja, mannen inderdaad sowieso. Blankkop ook. Boos valt nogal mee, gelukkig. Maar inderdaad eens. We moeten hem wel wat anders bedenken misschien. Het klopt niet meer bij de maatschappij hoe die nu is. Dus we moeten onze partijen uitbreiden, denk ik. Nou, maar we zoeken nog een lijstduwer, hè? Dus je zou het dan kunnen zeggen van we gaan een lijstduwer zoeken. Waarvan we denken van dat weerspiegelt beter dan... Die scoort goed op de diversiteitsladder. Ja. Maar wil je dat alleen voor als lijstduwer? Want de lijstduwer is meestal alleen een beetje voor de vorm. Ja. Maar ik denk dat het makkelijkst is. We zitten nu vrij dicht tegenaan dat we een kandidatenlijst moeten hebben. En nu nog mensen die echt lid worden, is denk ik wel lastig. Wij hebben een partij, ja, we hebben tot nog toe alleen maar drie mannen. Drie blanke mannen. en jij hebt het omgekeerde. Ja, ik heb 6 vrouwen op mijn lijst. Is dat misschien bewust? De vrouwen wel. Omdat ik merk dat de stem van de vrouw te weinig doorklinkt. Ik kan alleen maar even praten over de Almeloze Raad. Vrouwen hebben een andere benadering, een andere kijk op dingen. En of dat nou een opzet is van mannen, dat wil ik niet zeggen. Of een opzet is vanuit de zijde van de vrouw. Maar bepaalde handelingen gaven ze me onder andere de indruk van... Ja, jullie mogen hierbij zijn als mannen praten en jullie zijn er voor de leuk bij. Een beetje zo dat gevoel. Nee, dan mag ik een beetje stil zijn, zeg maar. Ja. Jullie mogen een wijntje drinken. Het was letterlijk een situatie en dat was een paar maanden nadat we gekozen waren. En we zaten eigenlijk als volwaardige gesprekspartners met elkaar in gesprek. 2 mannen, 2 vrouwen. Dus 4 keer raadsleden. En dus toen kwam de burgemeester erbij en de mannen draaiden de rug naar ons toe. Wij mochten het wijntje vasthouden en een lippenstiftje opdoen en de mannen gingen wel even praten. En ik zat echt zo, wat? En ik bedoel, dit is geen verwijt naar de burgemeester hoor, want die kon er weinig aan doen. Maar dat was wel mijn eerste opening en dat sfeertje heb ik vaker gevoeld. En dat is een van de dingen die mij stoorden. We hebben tot nu toe alleen 3 mannen. Kunnen wij dat in deze tijd nog maken? Het kan wel, natuurlijk kun je dat nog wel maken, alleen het is wel de vraag hoe het dan kan dat jullie niet in staat waren vrouwen te vinden. En dan is het of een keuze geweest of je hebt niet te veel moeite gedaan. Of je neemt vrouwen niet serieus genoeg. En ik weet letterlijk niet welke van de 3 het is. Of ze willen een vrouw, wat in sommige gevallen ook als een excuustruus is, wel het woord gevallen. Nee, dat is dan een nadeel wat je kan gaan doen. Zo van, oh shit, we zijn met 3 man, we moeten nog een vrouw erbij zoeken. Nou ja, weet je, ik vind ook dat je eerlijk moet zijn. En dat het op dit moment gewoon niet makkelijk is om kandidaten te vinden, punt. Maar nu heb jij alleen vrouwen op de lijst. Ja. Is het, ja, heb je dan niet te veel naar alleen het geslacht gekeken in plaats van naar de kwaliteit? Nee, want ik vond het juist belangrijk dat de stem van de vrouw er was. Want ik heb mezelf al afgevraagd van ja, al die mannen en dat wordt altijd beweerd, maar we kunnen de vrouwen niet vinden. Nou, toen heb ik gedacht, dan gaan we dan eens bekijken of dat inderdaad zo is. Ja, dat wordt een uitdaging. Sportschoolfiguurtje. Leed van boven, smal van onder. Dus laten we even kijken welke maat. Ja. En heb je al enig idee wat je wilt? Welke kant dat het op gaat? Ik denk dat het wel een beetje moet aansluiten bij wat Pepijn heeft. Ja. Dus ik denk niet dat ik dan ineens een lichtroze pak aan moet komen of wat dan ook. Als we iets nemen wat daarbij aansluit, zou jasjes willen passen. Kijk, je ziet dat je echt heel breed bent van boven, iets smaller in de taille. Kunnen we eventueel nog een kleine aanpassing doen dat die wat mooier aansluit, waardoor je iets meer het silhouet nog ziet. Maar je hebt wel je complimenten binnen, hè? Breed van boven. Ja, kijk, en zoiets zouden we dan nog iets aanpassen dat het pak zo zit. Dan zit die mooier. Jij een beetje een pakkendrager van jezelf? Op een bruiloft. Toen heb ik erin gedragen. Dat was de eerste en enige keer? Nee. Toen begrafenis en zo ook wel. Maar het is niet zo dat ik elke dag een pak aan doe. En ook niet elke dag een begrafenis heb. Nou, gelukkig niet. Nee. Kijk eens. Het blijft een beetje een bodyguard altijd met zijn jasje aan. Hij trekt ook een beetje hier, vind ik. Ik vind deze mooi. Of zien jullie liever wat anders? Nee, ik vind het helemaal goed. Ja, jij vindt het helemaal goed. Ja, dat jij bang bent dat jij er straks nog moet, zeker. Missen we iets aan diversiteit of kan het wel? Wat is diversiteit? Eigenlijk moet je diversiteit in de hoofd en in de hersens en in de idee van mensen zitten. Diversiteit moet niet zitten in man, vrouw, homo, hetero,
zwart-wit zit. En het diversiteit en het respect voor het mens, respect voor de democratie, respect voor het medemens, kan misschien soms veel meer in drie witte mannen zitten dan een geleerde groep van zwart-wit, vrouw, man, homo, hetero. Het moet, ja, maar dat is helaas wel het mentaliteit. Maar ik hoop dat jullie met z'n drieën respect hebben voor alle mensen in onze stad. Dus eigenlijk kan het prima dat we met drie mannen zijn? Volgens het huidige politieke milieu kan dat niet prima, want je moet voldoen aan heel veel eisen. Op het moment dat je geen vrouw hebt op je lijst, op het moment dat je geen zwarte hebt, dat je geen witte hebt, als je geen autochtone hebt, als je geen allochtone hebt, dat zijn de tafelmanieren wat wij in politiek Nederland hebben. Maar ik zit er al zo lang in. Voor mij is het belangrijker niet jouw uiterlijk, niet jouw seksen, maar jouw ideeën voor mijn stad en mijn volk. Hoe heb je dat zelf op jouw lijst gedaan? Wat staat er bij jou allemaal op de lijst? Twee vrouwen. Nou, dan blijft er dus zes mannen over. Waar ik op mijn lijst enorm trots op ben, is gemiddelde leeftijd is 37 en de top 4 is 35. Ik denk dat ik de jongste lijst ben van Almelo. Dat vind ik wel heel erg mooi en heel erg belangrijk. Maar voor de rest, ja, misschien is het heel raar om uit de mond van een Turks afkomstige Almeloer te horen om dit soort dingen te horen. Want dat zit wel, ja, je moet wel diversiteit hebben. Je moet, en daar geloof ik ook in. En het is ook echt een verrijking. Kijk, we hebben een college in Almelo die alleen maar uit mannen bestaat. En ja, dat kan eigenlijk niet, toch? Nee, eigenlijk zou het echt verboden moeten zijn. Dan heb ik nog één vraag. Ja, wij zijn met drie mannen. We zoeken eigenlijk wat meer kandidaten. Dus zou je onze lijstduur willen zijn? Dat kan niet, hè? Ik woon niet in Almelo. Ah, maar dat maakt niet uit. Oké, andere regels in Almelo. Ja, drie is nog niet heel veel. Maar nee, dat ga ik niet doen, want ik blijf in Tubbergen. Nou, weet je alles goed. Je kan heel goed praten. Wij zoeken nog lijstduwers. Dat is een ingewikkelde. Een burgemeester heeft stemrechten. Ik ben gewoon een burger van deze stad, dus ik mag mijn stem uitbrengen. Maar ik mag geen raadslid zijn. Hè? Dus als je een burgemeester op de kieslijst zet, formeel zou dat kunnen. Maar stel nou dat ik gekozen word, ja, dan kan ik geen burgemeester meer blijven. Of ik moet bedanken voor die zetel. Hè? Dus dat is in Nederland goed geregeld. Wethouders en burgemeesters mogen geen lid zijn van de gemeenteraad. En eerlijk gezegd, ik heb zoveel lol aan dat burgemeesterschap dat ik moet bedanken voor dat lijstduwerschap. De spijkerbroek is natuurlijk wel een statement, maar ik denk niet het juiste. Het ligt eraan wat je uit wilt stralen, maar ik zou het niet adviseren. Maar ik heb eigenlijk altijd een spijkerbroek aan. Ja, dat kan, maar voor bepaalde gelegenheden zou je toch wat anders aantrekken. Volgende keer, kan kleding ons imago redden? Goud of blauw? Ja, ik denk goud. Loop er naartoe. Ik wil wat zeggen, Leroy heeft net wat gezegd. Les in de raadzaal en... Welkom bij de Rara Raadstaal Quiz. Dictum van een motie. Dictum van een motie.